Tommy. Hey, goedemorgen. Judah. Goedemorgen. Thomas. We zijn op weg. We gaan dadelijk naar Varna. Ilias en Badder gaan vanuit Rotterdam. Komen dadelijk naar Schiphol toe. Dus ja, 8 uur moeten we op de luchthaven zijn. Ik hoop dat we allemaal zijn op tijd. Maar in ieder geval wel, hoop ik. 2 later, oes. Meneer, stel even, hoe heet je ook alweer? Aangenaam, Hassan. Dan vertel eens iets. En niet al weglopen, jongen. We hebben een gouden test. Sorry. Oh, sorry mevrouw. Kijk eens even, jullie zeggen hallo. Niet houden. Niet houden, we gaan naar Varna toe. Wie hebben we nog eentje? Tommy. Slamat. Naar de kamer van Thomas, Ilias, Badder, Judah. Het is allemaal te zwaar. Iedereen is te zwaar. We hebben een zak met zout meegenomen. Dat is gewoonlijk. 4 kilo straf, 2 kilo straf. Ja. Hoe is het? En zout is niet. Ja. Kijk eens even hier. Een helft moet je oppakken. Kijk. Je hebt al wat eraf gehad, hoe? Ja, dat is ook goed hoor. Het ging alsof je dat ziet en zo. Kijk, Wonderboy. Tommyboy. Even zien. Kijk, er moest afvallen. Eten ze 3 dagen niet. Dan ben je niet lekker, meneer. We gaan dadelijk even Utah verrassen. Oké. Dan laat je hem verrassen dan? Badden. Laten we even zien. Kijk eens naar de kokeldoos. De kokeldoos van de ome Gideon. Hoppa! Echt schriks. Even kijken, laat eens kijken. Nou. Hoppa! Hoe doen we dat? Hij moet wat warm, maar dat is wel. Hij moet wat warm. Krishna! I am shocked! Fuck you, man. Krok, hè? Krok, hè? Hij is de hele tijd aan het vechten met zijn gewicht. Ja. Je moet hem poepen. Poepen, moet je wel. Ja! Shit, uitkijken, dadelijk gaat die camera kapot. Ja. Shit. En niet op mijn bed gaan liggen, op je eigen bed. Ja, heb je dat begrepen? Oké, papa. Oké, papa, we gaan ervoor. Ja, zo worden we dus aangepakt door Gideon hier zo. Ja. Ter Garaya. Mr. Headcoach Gideon. Hey, even rustig het programma erop voor hem. Ja, kijk eens. Lekker fit zo. Alleen dat je een bedtrip hebt gaan, man. Je hebt verkeerde wiet gerookt, jongen. Ja. Adria. Us. Us. We hebben de persconferentie. Oh! 25 oktober, persconferentie. Het is 25 oktober. Oest, bro. Ja, lekker. Oh, het is mijn verjaardag vandaag. Oh ja, vergeet het te vertellen. Ik ben jaar 32 geworden. Nee, ik ben 37, maar ik zie eruit als 32. We zijn hier op de persconferentie. Adriaan. Adriaan is ook ons team nu, vriend. En Gideon, wat heb je te zeggen? Lekker gegeten net. Zeepelaartjes waren met de les gegeven met Peter. We hebben lekker steekje gegeten. De jongens waren weer te laat. Daar gaan we het bed. Utah, how is your weight going? How is your day going? Good? You have to speak Dutch for the Dutch speaking. Той се е състезавал в Камче преди няколко месеца. Тогава за Алексанян е един от най-амбициозните български бойци. Има за гърба си редица шампионски титли по кикбокс, както и от национални първенства по бокс. Още един варненец, Едвард Алексанян от Варна, от Куприн. Чоп-чоп, Юта! Пердус вече се състезава веднъж на издание на Сенши в София и тогава извоюва съдийско решение срещу Коран. Sens is vandaag jarig. Even... Ja, we hebben niet echt iets, maar we gaan gewoon voor ons. Ja, mensen, we zijn er weer. We zijn in Bulgarije. Ilias naast me. Utah had het eten. Thomas, Gideon, Ernesto, Peter daar. We zijn lekker aan het eten, vandaag is Peter de verjaardag. Lekker salade, lekker gezond. Ja, vertel eigenlijk, morgen wedstrijd, iedereen moet vechten. Nee, jongen, de telefoon nog hier in de keuken. Peace out. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Goedemorgen, we zitten 26 oktober, we zitten in Varna, Bulgarije. We hebben lesgeven, ik en Ernesto Hoost. Zit hier te ontbijten. Zelf aan het ontbijt. Wacht op het eten dat komt, wat er nog niet is. Heerlijk, ja, wel lekker eten hoor. Ja, dat zal wel. Dus, we zijn hier om les te geven en vanavond is een gala, heb ik 4 jongens vechten. En Ernesto is ook scheids en commentator. Ja, ik moet scheids. Ja, hoe is het met Ernesto zo? Voor het eerst, ja, prima. Wat doe je tegenwoordig helemaal? Nou, ik train een aantal vechters. Ik heb Santino Verbeek bij One FC onder andere. En verder geef ik heel veel trainingen zoals dit. Ja. Ik reis veel. Ik was vorige week in Chili bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen blijf ik gewoon heel veel doen nog. Hoe was Chili? Chili was leuk? Ja, het was interessant, was leuk. Het was er een weekje. Ja, het was anders, weet je. Ik heel ver reizen. Dat vind ik op zich niet erg, want daar ben ik zeker wel gewend elke kerst naar Japan. Ja. Maar een ander land, weet je, andere cultuur. Ik vond het wel interessant. Wat voor mensen als daar zo'n beetje meer boefjes allemaal? Of met de mensen? Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Nee, ik heb geen boeven gezien. Ik weet ook niet wat een... Ik kan ook niet aan iedereen's gezicht zien wie een boef is. Ja, ja. Maar nee, het waren gewoon normale mensen. Zijn rijke mensen daar of gewoon mensen van alles? Ja, die deden ze heel rijk waren. Ja. Maar wel gewoon... Gewoon leuk. En wat heel leuk was, er was een jongen waar ik vroeger mee gevoetbald heb, ja. In Horen, waar ik woon. Die is Chileens, die is op een gegeven moment de jaren 30 geleden teruggegaan. En daar had ik contact mee gezocht en daar ben ik wel bij hem thuis geweest, bij hem gegeten en zo. Ik was verbaasd dat hij nog heel goed Nederlands sprak en zo, weet je. Dus ja, ik vond het een geweldige ervaring. Ja. Ja. En hoe was One FC met Santino? Ja, nou ja, ik vind One een hele mooie organisatie. Hebben alles mooi voor elkaar. Ja. Ziet er goed uit, de wedstrijden, de hele organisatie, alles eromheen. Dus ik ben heel blij dat Santino daar zit. En ja, goed, hij heeft nog een contract voor een aantal jaar, dus ik hoop dat hij grote ogen gaat gooien. Nou ja, ik ben toevallig, ik was laatst in Tokio, ik ging even kijken. Ja. En ik vond het een toporganisatie, netjes allemaal, goed echt sportief, weet je, niet iemand uit de hoogte of zo. Klopt. Allemaal, ja. Oh, jij was daar tijdens die aardbeving toestand? Nee, was die tsunami? Nee, nee, dat was de laatste keer. Vorige week, twee weken geleden was het nog. Ja, maar toen was het toch, zo. Ja, ja, tsunami, maar ik heb er geen last van gehad. Okay. Ik zat binnen en daarna ben ik uitgegaan. En geen 2, 3 keer. Kom ik 's morgens vroeg thuis. Ja. Ja, het ging wel de keer daar. Ja, ik ben tot 2 uur s'nachts binnen blijven zitten. Okay. Ik zit regelmatig in het taart. Ja. Binnenkort heb ik een jonge vechter bij de Hoost Cup. Judah vecht voor me. Ja, dat komt niet misschien wel bij. En laatst had Ilias Kwali twee keer gevochten daar bij de Hoost Cup. Ja. Dus leuke organisatie. Het begint ook steeds groter te worden. Ja, de eerste keer toen kwam het redelijk, maar de laatste keer was het echt wel. Ja, het begin aan de weg te timmeren. Ja. Dus te hopen dat, dat het gewoon doorzet. Hallo, we zijn hier op de seminar. Ik en Nes toch even een lesje aan de kickboxers hier in Bulgarije. Make 10 front kicks left and 10 front kicks right. Maar jij doet dat this. Gaan we even de geheime techniek van Ernesto Hoost kijken. Even kijken. Abba! Kijk, ze willen allemaal op de foto met Ernesto. En op de foto met Peter natuurlijk. Just take this jab, kick to the body when you come in. En bevalt bewegen op afstand. Vooral lang en direct de stoot en hak op die berg. Peter moet nou de ring in. Hij moet als opening scheidsrechter in de eerste wedstrijd. Така, той ще има удоволствието да реферира женската среща. Женският двубой, за който вече... De eerste tegenstander staat er. De tweede komt er nou zo aan. Peter, leg even de regels uit. Daar gaan we, de eerste partij. Dit is de eerste partij van Sensi. Dat komt uit de blauwe hoek. Ja, tegenstander nog. Hoppa! Respect voor het meisje in de rode hoek. Maar ze zag gewoon dat ze het niet meer kon maken. Wat? Ja. Ja, ja. Ademhalen. Handen op. Ja, is goed. Handjes hoog. Goed zo. Scherp in en uit. Hup, hup. Hier afmaken. Hey, handen hoog, Ilias. Handen hoog, Ilias. Отлично! Левый проходит, хорошо, молодец. Руки выше. Сейчас сразу отдавай. Его ход будет. Давай, поднимай голову. Вот вперед. Вот так. We zijn op terugweg. We zijn 2 ronden verloren. Thomas heeft verloren, toppartij gevochten. zijn geland, terug in Nederland. Even Ernesto Hoost zwaaien of dingen. Even een goede dag. Nou, we hebben een gezellig weekendje gehad. Ja. Met die gekke Aerts. En die vechters van hem. Moeilijk opvoedbare jongens. Nou, moeilijke buitenlandse jongens allemaal. Best wel goed gevochten en zo. Ik heb nog commentaar gegeven. Nou, het was best gezellig, Aerts. Er waren die twee van en Peter zijn verjaardag gevierd. Dat was al... Oh ja, was gezellig. Leg een stukje taart op. Konnichiwa. Konnichiwa, o genki desu ka? Ho-san, genki desu? Genki hoor. Genki. We zijn terug. Heb je Thomas aan? Thomas Genki? Genki? Genki desu. Niet doen. Hey. Weet je mijn familie? Ik zit naast een legend ook. Kijk, dat is een legend. Deze jongen, vertel eens, wat ga je doen in Amsterdam? We gaan nou een kopje koffie drinken. Koffiebar. Oké, dat begrijp ik het even niet. Je bent bij de Starbucks en dan ga je naar Amsterdam om koffie te drinken. Ja. Oh ja, dat is waar ja. Ja, leg het even uit. Dan zie ik het verkeerd. Ja, nee, kijk, jullie moeten het zo zien. In de stad heb je speciale koffie. Ja, jullie moeten het zo zien. In de stad heb je dus zo'n goede koffie. Ja, echt, ja. Heb je nou beloning? Wat NS zegt speciale koffie. Heb je nou beloning? Nee. Wat? Judah, interview. Hoe vind je jouw koffie lekker? Nederlands. Nederlands. Koffie lekker. Hoe? Ik vind het lekker. Ik vind het mooi. Ik vind het goed. Van wie? En nu hebben we even een... Even Ilias gaat even praten over drugs, hoe slecht dat wel niet is. Ga even vertellen Ilias, ja, drugs tegen die jeugd. Drugs is de duivel jongens. Duivel, alcohol en drugs. Dat jullie dat weten. Ja, helemaal begrepen. Ja. Dus nooit aan drugs beginnen. Nee. En alleen maar koffie. Ja, alleen koffie gewoon. Dat is maar ja, dus, goede koffie. Nou, in ieder geval bedankt dames en heren voor een vlog van Bulgarije. Bedankt voor het kijken. Oes. Gideon even. Ja, is goed. Gideon zien we terug in de volgende vlog. Dag.